Hey iedereen, wat superleuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik jullie laten zien wat ik allemaal voor outfit draag in één week. Nou, het is vandaag dus een woensdag. Ik ben maandag en dinsdag eigenlijk een beetje vergeten te filmen. Dus ik ga gewoon lekker vandaag beginnen en dan film ik tot volgende week woensdag. Ik ga jullie een beetje laten zien wat ik op school draag en ook gewoon wat ik in de weekenden draag. Misschien krijgen jullie er ook wel een beetje herfst- en winter outfit inspo van. Een paar video's terug hebben jullie ook mijn nieuwe shoplog kunnen zien van alles wat ik heb gekocht in Den Bosch. Er gaat er dus behoorlijk ook wat kleren bij, dus dat zien jullie ook heel erg veel terug in deze video. Ik ga dus straks naar school. We hebben eerst een 3 uur uitval. Dus dat is wel heel erg fijn. Maar dit is dus de outfit van vandaag. En vandaag gewoon een beetje voor dat boeflookje eigenlijk. Een beetje Halloween sfeertje. Ik vind het shirtje alsnog gewoon leuk. Dus we gaan hem gewoon lekker aandoen. Deze broek is dus van de Zara. Het is echt een super mooie broek. Hij loopt dus wat wijder uit. En aan de onderkant heeft hij ook nog een split. Dus dat staat ook super leuk met je schoenen. En dit shirtje is van de Costes. En op dit shirtje zelf staat ook nog Amour Paris. Dus weet je, dat voegt toch nog wel iets toe. Nou, voor sieraden vandaag heb ik eigenlijk gewoon mijn dagelijkse sieraden in. Af en toe doe ik een ander kettingje en een andere oorbel. Dit zijn dus mijn oorbellen. De eerste zijn van mijn jewelry. De tweede zijn van Remy sieraden. De derde heb ik gewoon nog in van toen ik mijn derde gaatje had laten schieten. De eerste oorbellen wissel ik af en toe ook af. Dus dat zullen jullie ook zien in deze video. Dan heb ik dit superleuke kettingje. Deze ook van mijn jewelry. En in dit rondje staat dus ook mijn letter. De N van Ninte. Deze hoort namelijk ook bij mijn dagelijkse sieraden. Dit is een knacky dupe of hoe je het wil noemen. Ik vind deze heel erg leuk, want hij past eigenlijk bij alle outfits. Gewoon een beetje neutrale soort kleuren. Iets wat ik ook altijd nog meeneem naar school is een klem. Want meestal ergens in de dag doe ik mijn haar al en een klem, omdat ik het niet meer leuk los vind zitten. Mijn schoenen en jas zijn eigenlijk bijna elke dag hetzelfde. Maar ik ga het jullie wel gewoon leuk laten zien. Wel lekker simpel en prima voor een dagje school. Nou, dit zijn de schoenen die ik aandoe. Deze jullie vaak voorbij zien komen. Zijn gewoon mijn favoriete schoenen. En de andere schoenen die ik heb zijn Zebra Converse. En dat gaat niet echt bij een stepenshotje, vind ik zelf. Zo, schoentjes steken. Helemaal aan. Jongens, nou, dit is de jas die ik aandoe. Hij is nieuw van Superdry. Het duurde even voordat ik een goede winterjas vond. We gaan nu lekker naar school. Een hele goede morgen, dames en heren. Het is vandaag donderdag alweer. En ik ga jullie even mijn outfit laten zien. Het is 7:15. Echt super vroeg. Maar dit is dus de outfit van vandaag. Heel simpel outfitje. Maar de shirt is gewoon bordeaux rood. Met van die gouden pailletjes erop. Ik ga de mouwtjes gewoon zo omvouwen. Dat vind ik toch wel wat leuker. Ik heb deze skinny jeans van de Stradivarius. En dit shirtje is van de Zara. Ik heb bijna alle kleuren van deze broeken. Want ik vind ze gewoon heel erg lekker zitten. Maar ik kreeg gisteravond gevlochten. Maar het is een beetje plat aan de bovenkant. Gewoon een beetje golfjes. Sieraden heb ik eigenlijk precies hetzelfde als gisteren. Ik heb mijn oorbellen of kettingje eigenlijk niet gewisseld. Ik had ook eerst eigenlijk een riem om. Alleen het bleek dus gewoon weer te groot te zijn. Dus ik moet even watjes een gaatje bij gaan prikken. Dus die riem met van die twee van die rondjes. En dat maakt het toch wel een beetje af, weet je wel. Ik doe ook weer dezelfde schoenen en dezelfde jas erbij aan. Nou, school is al een tijdje voorbij. En ik kom net dus ook terug van dansen. En daarvoor had ik natuurlijk ook een andere outfit aan. Dus ik dacht dat het wel leuk was om jullie ook te laten zien. Ik ben nog steeds een beetje buiten adem. Deze outfit, ik draag deze eigenlijk gewoon elke week als ik naar dansen ga. Deze super simpele trui gewoon van dansschool met mijn naam erop. En dan een Nike Pro legging. Helemaal top, ik ga nu lekker douchen. School was gewoon prima, lekker tot 8. Ik ga nu lekker douchen. Nog even een video, een beetje creatief editen en zo. En dan ga ik lekker slapen. Dus tot morgen. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag, eindelijk. Helemaal top, ik heb net te horen gekregen dat ik lekker 6 heb. Ik dacht zo'n 7. Ook weer wat vrolijker gemaakt. Ik ga nu even iets ontbijten, maar ik ga eerst even iets mijn outfit aan jullie laten zien. Ik heb gewoon deze superleuke trui met Belle Jeune op de achterkant van mijn jewelry. En dezelfde broek als, ik weet niet, die leuke split aan de onderkant. Mijn broek zit dus nog wel een beetje los, dus ik kijk even of ik een riem om doe. Qua sieraden heb ik vandaag deze knekje in plaats van een, zeg maar, met neutrale kleuren. Deze is net wat feller, dus ik vond hem wel leuk bij deze outfit staan. De rest heb ik gewoon mijn dagelijkse sieraden en ik heb nog steeds dezelfde oorbellen in als gisteren. Dus ja, dit is de outfit. Ik heb mijn haar even in een klem. Kijk wel eventjes hoe de dag loopt. Waarschijnlijk doe ik het in de laagste aarde in een klem. Een knotje, weet je wel. Ik kon mijn zwarte klem niet vinden, dus ik heb nu zo van bruin beige klem. Ook wel leuk bij deze outfit passen. Maar ik ga nu even lekker. Oké, nou, het is dus alweer vrijdagmiddag. Ik ben dus terug van school. Nu lekker weekend, maar ik ga straks dus uit eten. Dus ik ga jullie ook even mijn outfit ervoor laten zien. Ik vond het eigenlijk wel leuk om eventjes om te kleden, weet je wel. Om niet in een spijkerbroek en een trui naar een restaurant te gaan. Ik heb dit superleuke blauwe blouse. Zijn mouwtjes lopen ook een beetje zo uit. Die is van de Costes. En op deze gewoon hele simpele zwarte flarebroek. Outfit voor vrijdagavond als ik een keertje lekker uit eten ga. Super veel zin in. En dit is dan gewoon de leuke outfit ervoor. Ik ben dus net naar school ook even naar de Kruidvat geweest. Want ik had wel wat nieuwe klemmetjes. Dus ik heb die ook even meegenomen. En ik dacht het ook wel leuk was om aan jullie
jullie te laten zien. Ik heb hem wat groter, want ik heb een hele leuke hairstyle die ik hiermee wil proberen. Dus we gaan even kijken of het hiermee kan. Ik heb gewoon nog twee kleintjes. Eentje heb ik er al af, want ik dacht dat ik eerst mijn haar gewoon zeg maar zo half zeg maar wou doen. Voor straks, maar ik denk dat ik het gewoon lekker loslaat. Ook als je best wel ontploft, ik doe gewoon wat droog shampoo in. Dan heb ik wat meer volume en dan vind ik het allemaal wel prima. Voor sieraden heb ik ook gewoon alles weer hetzelfde, behalve mijn armbandje. Ik heb hem er afgewisseld met deze. Dan zie ik jullie als het goed is weer morgen, dus zaterdag. De plannen zijn veranderd. Ik heb gewoon eventjes een andere spijkerbroek aangedaan, want anders voel ik me iets te overdressed, weet je wel. Ik vind dit toch wel wat beter, gewoon wat meer casual. Hey iedereen, het is alweer zaterdagavond. Ik wou eigenlijk net gaan douchen, maar toen bedacht ik, nee, ik moet jullie nog even mijn outfit van vandaag laten zien. Vandaag heb ik niet zoveel gedaan. Ik ben samen met mijn oma en met mijn zus naar de bieb geweest voor 4 uurtjes of zo. Toen gingen we weer gewoon lekker naar huis. Toen heb ik eigenlijk gewoon geëdit en gechilled. Mijn outfit van vandaag was best wel simpel. Ik had vandaag gewoon lekker een grijze jumpsuit aangedaan en mijn originele outfit was dus eigenlijk gewoon nog een shirtje hieronder. Zeg maar dit strakkere zwarte shirtje met lange mouwen. Alleen ik had gewoon nog een extra trui meegenomen naar de bieb, want stel kreeg het koud. Ik kreeg het wel een beetje koud, dus ik heb deze trui lekker aangedaan en sinds die heb ik eigenlijk niet meer uitgedaan. Dat was eigenlijk de outfit helemaal top. Broek is van de Pull & Bear. Deze trui is van de Koman en het shirtje hieronder weet ik niet, want ik heb hem gekregen van Danique. Ja, Danique was haar kast aan het uitzoeken en toen heb ik deze lekker meegenomen. Dus dat was de outfit van vandaag. Voor de rest gewoon dagelijkse sieraden. Een neutrale knekkie en ik ga nu lekker douchen en naar bedje toe. Eerlijk lekker chill outfitje van vandaag. Ik ben eigenlijk de hele dag al vergeten om mijn outfit te filmen, maar hierbij heb ik hem nog eventjes. Het is vandaag zondag. Ik heb een video opgenomen, veel in de keuken gestaan en geleerd en voor de rest gewoon lekker gechilled. En dit was mijn outfit daarvoor. Bijna altijd op zondag heb ik wel een chill outfit aan, maar vandaag omdat ik dus ook een video ging filmen, had ik deze superleuke outfit aangetrokken. Ook al heb ik niet zoveel gedaan, vind ik deze outfit wel heel erg leuk. En ik merk ook wel, als ik leuke dingen en zo draag, dan voel ik me ook gewoon een stuk beter over mezelf. Stel je voelt je niet gemotiveerd of zo, doe eens een leuke outfit aan. Doe eventjes je haar, doe wat make-up op misschien als je dat wil. En je zal je gelijk al een stuk beter voelen. Ik heb vandaag ook echt een heerlijk lekker lange douche genomen. Lekker veel self-care doe ik eigenlijk altijd op mijn zondag. Dit truitje is van de Zara en deze broek is van de Costes. Heeft een hele mooie flair zo en dit truitje hoort dus eigenlijk zeg maar zo. Hij heeft zo'n band, maar zo vind ik het toch wel minder leuk dan hoe die net zat. Maar ik vind dit toch wel weer wat meer modern of zo. Wat meer modieus zeg maar. Hartstikke leuk. Voor de rest gewoon weer dezelfde sieraden. Deze klem is trouwens van AliExpress en mijn andere klemmen met allemaal kleurtjes, die zijn allemaal van Shein. Dus ja, ik vind het echt een super schattige outfit. Oké, nou het is dus nu maandag. Ik ben net terug van school en ik ga jullie ook weer eventjes mijn outfit laten zien. Ik heb dus dezelfde trui aan die ik zeg maar zaterdag aan had, want ik dacht niemand heeft het toch nog gezien, dus weet je, ik doe hem gewoon lekker aan. Gewoon een simpele trui en op de mouw staat dan District. En deze trui heb ik dus gekocht bij de Koopman en deze heb ik samen aan met gewoon een skinny jeans van de Stradivarius. Deze heb ik dus ook in het zwart en het lichtblauw, gewoon echt mijn favoriete broeken zijn dit. Ik vond het wel een heel erg leuke outfit. Ik dacht ik wou mijn outfit nog wel wat leuker maken, dus heb ik gewoon deze riem omgedaan. Ik heb hem gewoon zo een beetje gedragen, zodat je die riem een beetje ziet. Ik vind deze riem ook echt super leuk. Hij voelt echt iets toe aan je outfit. Voor sieraden heb ik eigenlijk gewoon weer precies hetzelfde. Vandaag had ik geen armbandje of iets om. Ik had gewoon weer het kettingje en mijn oorbellen had ik ook weer afgewisseld. Ik heb nu gewoon weer deze en ik had mijn haar eigenlijk los in het begin. Maar ik heb het vrij snel gewoon weer in de laag staart gedaan, want hè, ik hou niet echt van los haar. Tenminste, als mijn haar stijl is, vind ik het ook wel leuk staan, maar meestal heb ik het gewoon lekker vast. Dat was de outfit van vandaag. Ik wil eventjes één ding tegen jullie zeggen. Mijn haar in het volgende stukje kan echt niet. Dus sorry, ik wou het even zeggen. Ik heb dus eigenlijk 2 of 3 dagen overgeslagen, maar ik wil jullie nog wel eventjes mijn laatste outfit van deze video zien. Ik vind deze outfit namelijk echt super leuk. Ik heb dus deze broek van de Costes aan met deze trui van de Zara. Deze trui komt dus zeg maar van de afdeling van Zara Kids. Gewoon een hele schattige wollen trui en deze broek zit ook echt super lekker. De ene kant is zeg maar niet het materiaal wat je ziet aan de buitenkant. Het is gewoon lekker zacht stofje. Zit ook echt super lekker. Perfect voor lange schooldagen. Dit was mijn outfit van vandaag. Ik heb trouwens voor jullie ook nog een hele leuke mededeling. Ik ga namelijk in december 3 keer per week posten. Tot en met de 25e. Maandag, woensdag en vrijdag. Dus er komen echt mega veel leuke video's aan. Meer zeker om die allemaal niet te missen. En ik hoop dat jullie al deze video's natuurlijk super leuk gaan vinden. Oké, nou dit was ook alweer het eind van deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker een dikke duim omhoog en abonneer op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te klikken, zodat je elke keer genotificeerd wordt als ik een nieuwe video post. En hoop ik jullie weer zien in de volgende. Doei doei!